Hi there! Wat leuk dat je deze aflevering van de Business English Snack hebt aangeklikt. In elke aflevering van de Business English Snack geef ik je 10 Engelse zinnen ter inspiratie voor steeds weer een andere situatie die je bij je internationale werkzaamheden tegenkomt. De focus van de snacks ligt op meetings, presentations, telephone conversations, interviews en small talk. Mijn naam is Anneke Drijver van Improve Your Business English en de auteur van het boek Master Your Business English, Communicate with Power in 7 Simple Steps. Ik help jou als ondernemer of senior business professional van je middelbare school Engels af, zodat je ook internationaal vol impact en zelfvertrouwen in het Engels kunt communiceren, maar bovenal volledig jezelf kunt zijn. In deze aflevering 10 Engelse zinnen om iemand te onderbreken tijdens een meeting. Want stel je zit in een meeting waar alleen Engels wordt gesproken. Er is een discussie gaande, je wil wat bijdragen en degene die spreekt op dat moment onderbreken. Je weet wat je wilt zeggen, wat je wilt toevoegen, maar het voelt super ongemakkelijk om je moment te pakken. Dus wat zeg je dan? Ik heb 10 zinnen voor je die je kunt gebruiken, maar wat nog belangrijker is, leer er een aantal uit je hoofd of schrijf ze op, zodat je ze bij de hand kunt houden wanneer je ze nodig hebt. En dan hoef je daar niet meer over na te denken en kun jij je focussen op dat waarvoor je iemand wilt onderbreken. Hier komen ze. Excuse me, but I have a quick clarification to make about that last point. I'm sorry to interject, but I think it's important to address this issue before we move forward. May I add something to what's being discussed? Could I just jump in here for a moment with an alternative perspective? Pardon me, but I'd like to bring up a related point that hasn't been mentioned yet. If I may, I'd like to offer some additional information on this topic. I hate to interrupt, but there's a pressing matter that I believe needs immediate attention. Apologies for interrupting, but I think we're overlooking a crucial aspect of the discussion. Before we move on, I'd like to revisit a point that was raised earlier. I'd like to interject briefly to address a concern that I believe is relevant to our discussion. En dit waren ze, 10 zinnen om je te inspireren en waarmee je ook hopelijk kunt variëren. I hope this helps. Thank you very much for tuning in en graag tot de volgende Business English Snack. Heb je trouwens het gratis stappenplan al gedownload? Zo niet, ga dan snel naar www.improveyourbusinessenglish.com/stappenplan voor het stappenplan dat jou gaat helpen om je zakelijk Engels doelgericht en zonder al te veel moeite te verbeteren, zonder dat je terug de schoolbanken in hoeft.